Hallo iedereen, ik ben Leni en vandaag ga ik samen met jullie nog eens de energie bekijken in de connectie, in de zielsverbinding, mannelijke en vrouwelijke energie naast elkaar. Nu vandaag ga ik dit voor de allereerste keer doen via de Lenormand kaarten, toch voor de camera, want deze kaarten gebruik ik intussen al 20 jaar tijdens consulten, omdat deze mij toch wel een heel mooi overzicht geven van een bepaalde situatie of hoe iemand zich voelt, wat er energetisch gaande is. Ook hè, wat er tussen twee mensen kan spelen in een bepaalde relatie. En ik ga de reading vandaag doen aan de hand van deze kaart. Even de mannelijke en de vrouwelijke energie naast elkaar. De algemene energie weliswaar. Dus mocht je graag een persoonlijke reading hebben, dan kan je altijd contact met mij opnemen. Nu, toch ook nog even duidelijk zeggen dat we beide energieën ook in ons hebben. Maar dat we telkens vanuit één bepaalde energie handelen, denken, voelen vooral. En dat dat ook een invloed heeft op onze connectie, op de verbinding met de ander. Maar ook op onszelf, ons leven en hoe alles evolueert. Hoe ons leven er gaat uitzien en met wat we worden geconfronteerd. Dus voor mij vooral belangrijk in deze reading. Even kijken welke thema's er voor beide energieën naar voren komen. Wat er mag ingezien worden op dit moment. Wat er vooral op dit moment speelt. En hoe beide energieën met elkaar in verbinding staan. Hier al de vrouwelijke energie met wat onzekerheid. En tegelijkertijd ook vanuit de vrouwelijke energie dat er toch wel bepaalde dingen een beetje worden misschien doorbroken. Of dat de vrouwelijke energie wat anders in de verbinding wil gaan staan. Of daar misschien al volop mee bezig is. We gaan even kijken. Dat vrouwelijke energie eigenlijk de behoefte heeft om anders met de verbinding om te gaan. Met de energie in de verbinding om te gaan. Nu, ik praat ook wel vaker op gevoel. Dus ik laat de kaarten mij vooral leiden. Nu, hier wordt al duidelijk weergegeven dat het voor de vrouwelijke energie belangrijk is om heel erg bij zichzelf te blijven. Dat er een nood is aan positiviteit, dat er een nood is om de dingen positief te gaan bekijken, de verbinding. En dat die kracht aanwezig is. De mannelijke energie komt iets lager te liggen. Ik ga even kijken of ik mijn camera een beetje kan aanpassen. Zodanig dat jullie beeld... Het zal misschien niet lukken om het helemaal in beeld te krijgen, maar zo hebben jullie toch een beetje een idee. Ook de camera nog een klein beetje lichter zetten. Voilà. Oké, ik begin eerst even bij toch wel de vrouwelijke energie nu. Ik merk een bepaald evenwicht, want deze is wel omgeven door positieve kaarten. Er is enorm veel kracht aanwezig. Positieve energie dus. Toch wel zeer in de connectie. Dus de vrouwelijke energie zit echt in die connectie. Nu, ik zie dit in de eerste plaats als de verbinding die je hebt met jezelf. Omgeven door of de kracht die als het ware van boven komt. Je kan dat ook zien als iets, een stukje ja, spiritualiteit. Toch wel de kracht vinden in jezelf. Vrouwelijke energie heeft blijkbaar nood aan zekerheden. Nu, de kaart van wensen en dromen ligt daar vooruit. Dus vrouwelijke energie is vooral... Of vanuit de vrouwelijke energie zijn we vooral bezig met wat we willen. Ook naar toekomst toe. Ja, wat we duidelijk voor onszelf willen. Ja, dat valt mij hier toch als eerste op. Ja, dat de aandacht in de vrouwelijke energie vooral naar binnen gaat. Van wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk? Wat kan ik in de toekomst verwezenlijken?
Dus ergens die kracht wel voelen van, ik kan dit doen. En ik vind dat zelfs zeer mooi, dat er vanuit de vrouwelijke energie heel duidelijk die kracht wordt gevoeld. En misschien ook die onafhankelijkheid van, ik heb de ander op dit moment niet nodig. Ik doe het nu wel even voor mezelf. Ik doe het nu wel even op mezelf, voor mezelf. Dat vind ik eigenlijk zeer, zeer mooi. Dat vanuit de vrouwelijke energie twee sterke, krachtige kaarten worden weergegeven. En dat we vanuit onze vrouwelijke energie enorm sterk met onszelf in verbinding kunnen gaan. En vanuit dat thema wat eigenlijk de afgelopen maanden heel vaak is weergekomen. Van maak contact met jezelf. Maak contact met wie jij bent. En ga van daaruit doen wat je eigenlijk heel graag misschien al heel lang wil gaan doen. Nu, ook het sociale ligt daar wat bij. Dat er vanuit de vrouwelijke energie wat meer sociale contacten worden gezocht. Inderdaad wat meer stabiliteit. En zoals ik in de afpak al zag, van, er is een bepaalde onzekerheid geweest, want die ligt wat in het verleden. Maar die onzekerheid of die angst in de connectie heeft er dus inderdaad net voor gezorgd, want daar ligt de transformatiekaart, dat de vrouwelijke energie anders in de connectie is gaan staan. Of dat wij vanuit onze vrouwelijke energie anders in de verbinding zijn gaan staan. Dat we ons anders hebben geplaatst en de mannelijke energie ligt hier wat lager. Dus vanuit de mannelijke energie is er een tekort nog altijd een tekort aan kracht, een tekort aan controle. Niet echt het gevoel hebben van, ja, dit is mijn leven. Nog altijd niet het gevoel hebben van sterk op de benen te staan. Zo het gevoel hebben van, alles komt nog wat op mij af. Want dat is voor zometeen. Ik ga eerst even verder kijken, want ik vind het toch wel belangrijk te zien dat er vanuit de vrouwelijke energie wordt... Dat er een enorm bewustzijn is, een enorm inzicht. En dat daar een kracht is gekomen doordat er anders met de verbinding is omgegaan. Het sociale stukje ligt daar ook bij. Ik weet niet of jullie dit gaan herkennen, maar de kaarten zeggen letterlijk dat er vanuit de vrouwelijke energie andere mensen zijn toegelaten. En dat dat ook heeft gezorgd voor een andere energie in de connectie. Nu, als ik puur kijk naar de verbinding, dan de vrouwelijke energie staat daar zeer positief in. Maar tegelijkertijd ook een beetje een nieuwe start. Dus iets achter zich gelaten. Ja? Hebben we vanuit onze vrouwelijke energie iets achter ons gelaten. En ja, we hebben nood aan een nieuwe start, een nieuwe energie. Nu, dat kan ook zijn dat wij een beetje nood hebben aan een nieuwe liefde. Nu, dat kan ook zijn op vriendschappelijk vlak. Dat we dat voelen, dat we nood hebben aan nieuwe contacten, aan spontaniteit. Hè? Letterlijk is dat voor mij de kaart van spontaniteit. Gewoon jezelf kunnen zijn. Jezelf eigenlijk... gewoon plezier hebben in het leven. En, dat is letterlijk ook de kaarten van wedergeboorte. Van, opnieuw geboren worden. Een frisse, fijne energie. Wat ik eigenlijk met de nieuwe maan heb besproken. Hè? Die vuurenergie die enorm aanwezig is. Dat december toch wel aangeeft dat we kunnen een nieuwe start maken. En dat we vanuit onze eigen energie kunnen gaan handelen. Deze kaarten liggen nog wat vooruit, maar dat zijn allemaal positieve kaarten. Dus vanuit de vrouwelijke energie gezien gaan we vooral rekening houden met onze dromen, wat we graag willen, met het sociale stukje. Maar ook behoefte aan een nieuwe liefde. Hier liggen heel veel hartekaartjes. Dat we toch wel een bepaalde liefde voelen, ook al is het in een vriendschap. Dat we ons... gewoon goed voelen en dat we vooral onszelf kunnen zijn. En dan liggen daar de kaart van wedergeboorte. Hè? Van jezelf, een nieuwe start, letterlijk. Want dat ligt dan ook nog eens met de zon. Dus dat we op een heel positieve manier gewoon kunnen in het leven gaan staan. Vanuit onze vrouwelijke energie. Dus hier zie ik niet direct zelfs geen enkele... kaart die een bepaalde blokkade aangeeft. Buiten misschien net
die angst als het ware, of die onzekerheid die de afgelopen weken en maanden aanwezig is geweest. Van ja, hè, is die connectie er wel nog? Is die verbinding er wel nog? Wie ben ik nog in die verbinding? En dat we vanuit die onzekerheid inderdaad anders in de verbinding zijn gaan staan. En dat we komaf hebben gemaakt met heel veel... dat is eigenlijk letterlijk de kaart van bedrog. Dus alles waar we ons niet lekker bij voelden, of misschien ook personen in ons leven, die zijn weggehaald. Misschien vanzelf verdwenen, of misschien hebben we die ook gewoon uit ons leven gezet. Omdat we voelden dat daar geen vertrouwen meer was. Dat vooral. Maar die kaart valt ook in de verbinding. Er was een tekort aan vertrouwen in de verbinding. Nu, ik spreek in het verleden, hè, dat hebben we achter ons gelaten. Maar van daaruit hebben we iets achter ons gelaten en zijn we kunnen verder gaan op een totaal andere manier. Dus daar ligt letterlijk transformatie boven. Dus we hebben dat stukje wantrouwen weggehaald eigenlijk door meer bij onszelf te komen en ons meer op onszelf te richten vanuit onze vrouwelijke energie. Nu, even naar de mannelijke energie hier. De hoofdkaart is eigenlijk tekort. De mannelijke energie, of vanuit de mannelijke energie, worden er heel veel tekorten ervaren. Daar ligt zelfs wat verdriet bij. Dat kan wat gepieker zijn. Nu, wat negatieve gedachtegang. Dus de mannelijke energie ligt hier wat lager. Heeft het gevoel dat, vanuit de mannelijke energie kunnen we het gevoel hebben, ik spreek in de we-vorm, omdat ik weet dat er zowel mannen als vrouwen naar deze video's kijken. Dus we kunnen vanuit onze mannelijke energie het gevoel hebben dat alles op ons afkomt. Dat we de dingen nog niet onder controle hebben. Dat ons leven nog niet van onszelf is. Dus het komt mij wat verwarrend over. Dat rationele stukje wat nog aanwezig is. Dus we voelen ons precies een beetje in de steek gelaten vanuit onze mannelijke energie dan op emotioneel vlak. Dus er ligt een soort van... ja, blokkade of iets wat niet loopt of wat nog wat vastzit. Omdat we ons emotioneel, misschien ook energetisch, niet verbonden voelen. Dat we ons emotioneel niet gesteund voelen. Dus daar ligt het gemis vooral. Ook een bepaalde twijfel aan ons. Dat we zelftwijfel noem ik dat dan, hè. Mannelijke energie gaat twijfelen aan zichzelf. Ben ik wel goed genoeg? Die bepaalde onzekerheden. Nu, hier wordt voor mij ook weergegeven dat er vanuit de mannelijke energie iets doorbroken mag worden wat te maken heeft met, tussen haakjes, verslavingen. Nu, zeker vanuit de mannelijke energie is dat vaker aanwezig. Hè? Een tekort is ook een leegte. Dat is iets wat je mist. Nu, dat gemis dat kan ook van diep binnenin komen. En heel veel mensen vullen dat nog steeds in met bepaalde voeding, drank, drugs misschien. Ik ga even extreem misschien. Maar ook seks en oppervlakkige relaties. In de hoop die leegte te kunnen invullen. In de hoop dat gemis te kunnen onderdrukken. Maar ik denk dat de meesten onder jullie wel weten... Dat niet werkt. Of dat tijdelijk een bepaalde rust geeft. Maar hier wordt ook duidelijk weergegeven dat de mannelijke energie daar telkens op vastloopt. Dus vanuit de mannelijke energie is er telkens een confrontatie van... Oké, dit werkt niet. Ik loop daar telkens op vast. Dus ik moet een bepaalde beslissing maken voor mezelf. Ik moet dit anders aanpakken. Ik moet iets doorbreken. En dat ligt met opkomen voor zichzelf... Dat tekort, wat wordt ervaren, wat voor mij vooral van binnenin komt, van ben ik wel goed genoeg, wat mis ik in mijn leven, hoe kan ik mij beter voelen, dat het belangrijk is, inderdaad voor de mannelijke energie, om daar beslissingen in te nemen voor zichzelf. Anders om te gaan met relaties, nu relaties met dingen en mensen, wordt hier ook materieel weergegeven. Je hebt ook mensen die zichzelf heel veel spullen gaan aanschaffen. Dus heel veel geld gaan uitgeven op zo'n moment. Hè, om de hoop zichzelf dan ook te verrijken op een of andere manier. Nu, dat inzicht ligt daar wel.
Dat vind ik, dat is een inzicht en dat komt van bovenaf. Dus dat is iets wat een aha-moment, hè? Van oké, vanuit de mannelijke energie wordt er iets ingezien, wordt er iets in het licht gezet. Alleen mis ik op dit moment nog een duidelijke bewegingskaart. Want de mannelijke energie zit hier wel enorm in het denken, enorm in dat gemis en toch nog steeds ja, tegen bepaalde zaken aanlopen. Nu, heel duidelijk wordt hier wel weer gegeven dat er een verlangen is om daarover te gaan praten, om daarover te gaan communiceren met iemand. Nu, algemeen ligt dat... dat kan ook zijn dat er vanuit de mannelijke energie gewoon behoefte komt aan informatie. En dat kan je ook halen op internet of door dingen te gaan lezen of inderdaad video's te gaan bekijken. Het kan ook zijn dat er vanuit de mannelijke energie de behoefte ontstaat om effectief te gaan praten met mensen. Of iemand te gaan opzoeken die hen verder kan helpen. Dus ik vind dat wel heel mooi dat dat ook wel naar voren komt. Dat daar een... Maar dit wordt... weergegeven als een oplossing die wordt aangereikt. Dus dat kan zijn dat er heel veel mensen vanuit hun mannelijke energie, dat er plots iemand op hun pad komt. Of dat ze dan toch met iemand in contact komen die hen wat meer inzicht geeft en hen verder helpt. Dus voor de mannelijke energie heel belangrijk om iets te overwinnen op communicatievlak. Dus dit valt voor mij samen met het keelchakra. En het keelchakra... daar zit ook een stukje emotie en het uiten van jezelf. En jezelf kunnen zijn naar jezelf kunnen laten zien naar anderen toe. Je veilig voelen ook. Je gezien voelen. Het gevoel hebben dat je gezien wordt ook. Maar ja, ik zeg algemeen communicatie. Maar je kan op heel veel manieren gevoelens uiten. Gevoelens naar buiten brengen. Dus hier ligt een kleine blokkade, voor mij ter hoogte van het keelchakra, dus wat met communicatie te maken heeft op allerlei vlakken, maar wat wel overwonnen wordt, dus wat voor de mannelijke energie heel erg belangrijk is, om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan, van hoe uit ik mezelf, hoe breng ik mijn eigen energie naar buiten toe, hè? Hoe zorg ik dat ik stevig in dit leven sta. Nu, beide energieën liggen voor mij op eenzelfde lijn. Dus er is geen energie die achterloopt of wat dan ook. Dus beide energieën zitten eigenlijk in hun eigen stukje, maar zijn zeer positief met elkaar verbonden. Nu, dit is eigenlijk zeer logisch, aangezien we de energie bekijken in de zielsconnectie, is eigenlijk 5D. Dus daar zijn geen blokkades. Beide energieën ervaren naar elkaar toe geen blokkade. Het is meestal op het hardste vlak in 3D dat we zulke dingen ervaren. Dus niet abnormaal dat hier zelfs de zon de meest positieve kaart naar voren komt. En zoals ik in het begin denk ik van de video al heb gezegd, ik heb de indruk dat beide energieën heel dicht bij elkaar staan. Daarom wou ik ze ook heel graag in één beeld. Dat is eigenlijk de reden waarom ik dit graag in één beeld wou weergeven. Om te kijken hoe ze elkaar eigenlijk uitdagen. En dan ben ik blij dat daar de meest positieve kaart, de zon, wordt weergegeven. Alleen ligt die op de kop en dan is dat precies of dat nog niet kan gezien worden, mag gezien worden of nog niet naar buiten wordt gebracht. Dus die zeer positieve energie die tussen twee partijen aanwezig kan zijn. Of die ook in onszelf, zoals ik in het begin zei, we hebben zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie in ons. Dus stel dat we enorm vanuit onze vrouwelijke energie handelen, denken en voelen, kan het zijn dat we niet zien hoe positief ook die mannelijke energie kan zijn als we die positief gaan gebruiken in ons eigen leven, in ons eigen stukje. Als we dat in evenwicht krijgen, dat we dan ook zelf veel sneller vooruit kunnen gaan en ons veel steviger gaan voelen. Nu nog even voor... ik ga het even bekijken algemeen. Wat zijn de thema's? Nu, in de mannelijke energie zie ik ook het materiële, financiële stukje. Nu, dat is voor wat... dat is wat net voorbij is. Het speelt nog wel, want er wordt nog wel naar gekeken. Dus de afgelopen weken en maanden is er vanuit de mannelijke energie een onzekerheid geweest op materieel, financieel vlak. Zo van,
ga ik wel genoeg hebben? En daar toch even moeten bij stilstaan van waar krijg ik inkomsten en geeft me dat wel een goed gevoel en is dat wel voldoende voor mij? En al die twijfels en onzekerheden die je daar rond kan hebben eigenlijk. Hè? Dus dat stukje is al wat voorbijgetrokken, maar ik zie daar nog de laatste restjes van dat het voor dat het heel belangrijk is dat we vanuit onze mannelijke energie uit die angst stappen om tekort te komen, ook op materieel en financieel vlak. En dat we onszelf openstellen, nogmaals, vanuit onze mannelijke energie. Van oké, de tekorten die we nu ervaren, dat we die kunnen gaan invullen, maar vanuit onszelf. En ik denk dat het ook belangrijk is op carrièrevlak, op werkvlak, dat er vanuit de mannelijke energie een verandering plaatsvindt. Want hier geven de kaarten letterlijk aan. De mannelijke energie voelt dat er nog iets mag veranderen op carrièrevlak of waar inkomsten vandaan komen. Want dat hoeft niet altijd werk te zijn. Dus, of wat ervoor zorgt dat je een dak boven je hoofd hebt en dat je al je basisbehoeften hebt eigenlijk. Hè. Blijkbaar mag er vanuit de mannelijke energie nog een beslissing genomen worden. Op carrièrevlak, op werkvlak, dagelijkse bezigheden en zo. Dat zit nog niet helemaal op punt, blijkbaar. Daar mis ik zelf hier ook nog iets in het beeld. En heel opmerkelijk, ik zie dat wel vaker hoor, maar het valt mij hier vooral op, als er vanuit de mannelijke energie, vanuit dat tekort wordt gekeken van hoe kan ik op carrièrevlak bepaalde zaken aanpakken, dan komt daar een heel vrouwelijke, dan komt daar de vrouwelijke energie bij te liggen. Dus het is voor ons belangrijk, als we handelen vanuit onze mannelijke energie, dat we ons wat zachter opstellen, dat we die vrouwelijke energie toelaten. In ons werk, in onze carrière, dat we ons gevoelsmatig wat meer openstellen. Dus dat we die vrouwelijke energie enorm toelaten. Belangrijk iets voor al wie zeer erg vanuit de mannelijke energie leeft, handelt en denkt. Om die vrouwelijke energie, om de vrouwelijke energie te gebruiken in het werk of in de carrière. Heel belangrijk voor mensen die heel veel communiceren in hun werk. Die heel veel praten met mensen. Of die ook voor mensen die schrijven, die informatie delen, die in contact staan met mensen, die een heel sociale job hebben, is het heel erg belangrijk om die vrouwelijke energie te gebruiken. Daar ligt een heel duidelijke, er moet nog een beslissing genomen worden. Vanuit de mannelijke energie mag er nog iets verschoven worden in dat carrièrevlak, op carrièrevlak, in werk en andere bezigheden. Er mag wat meer vrouwelijke energie in aanwezig zijn. Nu even kijken naar de gevoelskaarten. Nogmaals, vanuit de mannelijke energie lijkt het wat stroef te gaan. Het gevoel is aanwezig, maar omdat er nog niet mee kan omgegaan worden, wordt er wat afstand genomen vanuit het gevoel. Nu, dat ligt algemeen ook in de connectie, de afstand een beetje, in het contact, het aardse contact dan weliswaar. Beetje emotioneel, gevoelsmatig afgesloten. En dan kom ik tot de hoofdkaarten. Hè. Er is wat verwarring aanwezig geweest, maar dat ligt vooral in het stukje van de vrouwelijke energie. Dus vanuit de vrouwelijke energie is er heel veel verwarring aanwezig geweest. Zo vooral van, wie ben ik en hoe sta ik hier nu nog in die connectie? En dan kom ik weer bij die transformatiekaart uit van, die verwarring heeft voor een bepaalde angst gezorgd op een bepaald moment. En misschien zelfs het gevoel van, ik wil dit niet meer. En dat heeft net gezorgd voor het afsluiten van iets en het opnieuw opstarten van iets. En het lijkt alsof er vanuit de vrouwelijke energie een enorm verlangen is inderdaad naar nieuwe liefde, wat ik daarnet al heb gezegd. Of een nieuwe vorm van liefde, ook al is het in vriendschappen. Maar dat is een gevolg van die verwarring en die angst die is ontstaan op een bepaald moment, de afgelopen tijd.
Zodanig dat er vanuit de vrouwelijke energie een beweging is gekomen van oké, nu ga ik voor mezelf zorgen. Nu ga ik rechtdoor, want de vrouwelijke energie, vanuit de vrouwelijke energie, het zijn alleen maar positieve kaarten in de rechte lijn. En ook op die manier. Dus vooral in het mannelijke stukje, dat daar vooral dat rationele nog ligt. Maar zie het ook voor ons allemaal als een tijd om te groeien, om door te groeien. En voor de ene gaat het al wat sneller dan voor de andere. Maar hier wordt wel weer gegeven dat we vanuit onze mannelijke energie, en datgene waar we telkens tegenaan lopen, dat stukje waar het gedrag vooral, ons gedrag, of hoe we die leegte toch steeds proberen in te vullen met zaken van buitenaf, dat vooral mag doorbroken worden. Dus dat kan voor velen een vorm van verslaving zijn. Inderdaad iets waar je afhankelijk van bent. Ik vind dat een zeer mooier woord. Dat is veel beter gezegd. Bepaalde dingen waar je afhankelijk van bent. Let daar ook een beetje mee op. Als je een bepaalde leegte voelt en je gaat het buiten jezelf zoeken, dat je inderdaad ook afhankelijk opstelt. En dat als daar personen bij betrokken worden, en het doet me denken aan de video van Kaipacha van deze week of van vorige week, ik ben het niet zeker. Moet je maar even gaan kijken. Ik zal de link sowieso in de beschrijving plaatsen. Die had het ook over de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dat daar veel meer ruimte mag ontstaan vanuit de mannelijke energie. En ook in het seksuele stukje. Dat het belangrijk is dat er vanuit de mannelijke energie geen leegte meer wordt opgevuld. Door op zoek te gaan naar relaties. Want dan gaat de ander inderdaad zeggen. En zo zei Kaipacha het. Van ja, aha, jij hebt een leegte. Zal ik die eens invullen? En dan ben jij van mij. En dan krijgen we weer dat bezitterige in relaties. Krijgen we weer een karmisch stukje. En dat is letterlijk ook de kaart van karma. Dingen die terugkomen. Lessen die mogen geleerd worden. Dus vanuit de mannelijke energie is er heel duidelijk karma aanwezig. Maar het zijn... Het is wel iets wat doorbroken zal worden. Dus wat dan uiteindelijk ook zal zorgen dat er vanuit de mannelijke energie heel duidelijk zal moeten worden aangegeven. Nu ga ik links of nu ga ik rechts. Rechtdoor is niet meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk om hetzelfde aan te houden. Het is als het ware moeten op een andere manier de dingen gaan aanpakken. De oude manier die gaat gewoonweg niet meer kunnen. Daar ligt heel mooi de sleutel achteraan, die dan ook wel weer met het spirituele verbonden is. Dus spiritueel inzicht, wat leidt tot oplossingen en weer toegang tot het gevoel. En daar ligt bewegingen naar het contact in de connectie. Ik weet niet of jullie nog kunnen volgen hoor, op deze manier. Vanuit de mannelijke energie wordt er iets doorbroken. Iets karmisch doorbroken, een bepaalde afhankelijkheid die wordt doorbroken. Van daaruit zal er een beslissing moeten worden genomen. Ga ik nu links of ga ik nu rechts? Hoe pak ik het aan voor mezelf? Dan valt die oplossing samen met het spirituele stukje, helderheid. En wordt er een stukje geopend op emotioneel vlak, twee keer zelfs hier. En komt er een beweging, weliswaar redelijk traag, maar het is een beweging, het is vooruitgang. En zie ik daar ook een vorm van communicatie tussen het mannelijke en het vrouwelijke stukje. Of in de verbinding, zoals je het wil. Ik kijk ook nog even vanuit de mannelijke energie naar de verbinding. Want ik had al gezien, vanuit de vrouwelijke energie is er behoefte aan iets nieuws, aan het spontane, aan wat nieuwe liefde. Of een hernieuwing van de liefde, dat kan ook. Maar alleszins, ik wil mezelf zijn, ik wil gewoon spontaan kunnen zijn, ik wil kunnen genieten, ik wil kunnen vrolijk zijn. Dus vanuit de vrouwelijke energie wordt dit zeer positief weergegeven. Van, ik wil me gewoon vrij voelen in de verbinding, ik wil me gewoon goed voelen en ik wil gewoon vooral die liefde voelen en daarin gewoon echt spontaan kunnen zijn. Vanuit de mannelijke energie ligt dat nog wat geblokkeerd. Daar ligt iets, een zwaarder stukje. Dat is voor mij nog altijd de mannelijke energie die vanuit de ratio, vanuit het denken, de verbinding nog altijd ziet als een relatie. En ik vind dat een zo belangrijk iets. De connectie, de zielsconnectie, is een energetische connectie. Dat is geen pure aardse relatie. En toch is het, ja,
komt het hier nog eens weer hoor, vanuit de mannelijke energie. En wordt er toch nog steeds een verbinding gelegd met het stukje relatie en het feit hè, dat je misschien gebonden bent, hè, tussen haakjes gebonden bent, in zoiets. Terwijl dat helemaal niet zo is, dat weten jullie ook. Dus het is vanuit de mannelijke energie belangrijk dat de vrijheid wordt ervaren. En dan vind ik het heel mooi dat er vanuit de vrouwelijke energie net de spontaniteit ligt en de speelsheid en de openheid ligt. Dus vanuit de vrouwelijke energie naar de connectie toe. Net heel veel openheid en ja, vrijheid, speelsheid, wat je daar mag onder verstaan. Omdat vanuit de mannelijke energie daar net die stroefheid nog aanwezig is. Dus vanuit de vrouwelijke energie wordt er als het ware een voorbeeld gegeven van kijk, dit kan speels zijn, dit kan soepel zijn, dit kan ook gewoon plezant zijn, dit hoeft niet zwaar te zijn. Een verbinding, wat mensen soms een relatie noemen, kan ook gewoon fijn zijn en kan je gewoon jezelf zijn en kan je ook onafhankelijk in aanwezig zijn. En dat is vanuit de mannelijke energie dan wel belangrijk. Maar eerst deze kaart toch wel. Het doorbreken van iets. Het keelchakra krijg ik daarbij. En dat daar eerst toch wel een beslissing wordt genomen. Dat ligt samen met carrière of dagelijkse bezigheden. En daarin een beetje links of rechts, rechtdoor, dat gaat niet meer. Dus al de zaken kunnen niet meer verder worden gezet. En ook in het relatiestukje, het aardse stukje, vanuit de mannelijke energie, worden ook dingen doorbroken. Dus dat zou kunnen dat bepaalde karmische relaties definitief aan het einde komen. Ook al liggen daar wat moeilijke gesprekken en discussies bij, ook nog wat strijd. Dus het kan zijn dat er nog wat oude karmische relaties en de strijd en de lagere energie die daarin aanwezig is, dat die nog even opspeelt de komende week. Dat kan. Of dat hij op dit moment nog even opspeelt en dat de komende week nog wat voelbaar is. Maar algemeen vind ik dit wel een zeer mooie legging. Zeker bij de energieën. Zo dicht bij elkaar. Op een positieve manier. En naar toekomst toe dat daar toch wel vermeerdering ligt. Meer openheid. Zeer mooi vanuit de vrouwelijke energie. Alleen vanuit de mannelijke energie. Hè, zit er op dit moment nog iets wat mag doorbroken worden. En dat gaat sowieso ook gebeuren. Ieder op zijn eigen manier, zijn eigen tempo. Dus ik ben zeer benieuwd wat jullie van deze legging vonden. Laat het mij vooral weten via de opmerkingen of via Facebook. Als je graag een persoonlijke reading hebt met deze kaarten of met een andere deck, neem dan gerust contact op via mijn website. De link vermeld ik ook onderaan in de beschrijving. Nu, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Fijne avond. Dag.